Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, ik heb Berry meegenomen en buurman Joop is er ook weer bij. Van afgelopen video van magneetvissen en hij gaat voor het eerst zoeken. Dus we gaan hem wat tips geven. En misschien ga ik jullie ook wat tips geven. Dus laten we gauw beginnen. Let's go! Nou ja hoor, daar is mijn eerste ringding, mijn eerste vondst, eerste ringding. Nou, hopelijk niet te veel meer. Ja, zilveren mag. Nou, Berry die had ooit een mooie hoodie gewonnen van Detectorist. Ja. Dus eindelijk kijk ik weer om aan te doen. Dat bedoel ik. En hij heeft wat leuks gevonden. Een pijlgewichtbakje. Ja. Die zijn, vind ik wel altijd leuk om te vinden. Hopelijk vinden we nog een keer zo'n hele complete, weet je wel, met alles erop en eraan. Een hele set, ja. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik heb wel een keer dat bakje gevonden, maar die was dus leeg, zaten ze er niet in. Oh, dat is jammer. Dus de grootste. Ja. Nou met deksel. De doos erheen met de deksel. Ja. En hoe zou het met Joop gaan? Ja, geen idee. het is een zeegelootje. Nou, mijn volgende vondst is een netverzwaarder. Ja, dat kan je dus aan je visnet doen en dan zakt hij naar de bodem. Nou, ik heb wat leuks gevonden. Echt super vet. Nou, ik weet niet of jullie het zien. Hij ligt hier. Het is een paartje. Dat is echt lang geleden. Ik ga hem even schoonmaken en dan komt hij nog even mooi in beeld voor jullie. Yes, super vette vondst. Ja hoor, het is weer zover. Bestektijd. Nou, we gaan eens even kijken wat de mannen hebben. Ze hopen alle twee op een gouden munt. En Joop heeft hem als eerste. Wat is het? Geen idee. Het is wel iets rond. Misschien een... Rokverzwaarder? Rokgewicht. Oh, rokverzwaarder. Ik laat hem weer vallen. Ja, zie je, er zitten twee gaatjes in en dat hadden de dames vroeger in hun rok, om, zodat die niet omhoog waaide. Nou, dat is best een leuke vondst. En ik heb een vlakje lood. Nou, dat is niks waard. Nee. Gefeliciteerd Joop, je hebt gewonnen. Ja, je hebt gewonnen. Okay. Die is de rokverzwaarder. Ja, ik dacht eerst dat ik er echt een mega grote putdeksel van een zeegelood had gevonden, maar ik kan er niks op zien staan. Dus, hij is gewoon kaal. Nou, hier staat misschien wel iets op, maar nou, geen idee. Nou ja, zoals je ziet is die best wel groot. Nou, Berry heeft een kledinghaakje gevonden. Dat is wel leuk. Ja, die is nog best wel leuk ook gewoon. Ja, die kun je gewoon thuis die nog gebruiken. Die kun je gewoon gebruiken. Kun je je badjas aan ophangen. Ja. Ja, leuk weer. Leuk weer. Mijn volgende vondst is al schoongemaakt. Het is een knoopje. Ik heb wel het idee dat er iets op staat, maar ik kan het nog niet echt goed zien. En het oogje zit er ook gewoon nog mooi aan. Even kijken. Zo. En de tekst, er staat wel ook een beetje tekst volgens mij. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik zie wel wat tekst, maar ik kan het niet lezen. Dus dat gaan we even thuis uitzoeken. Knoop in de pocket. Daar ligt de vondst. Ik heb nog niet gekeken. Ik heb het gat opengeschept en hij kwam er zo uit. Maar het lijkt wel verdomd veel op een poppetje. En volgens mij is het ook een poppetje. Ik zie een rugzakje. Hij is alleen onthoofd. Maar volgens mij is het een soldaatje dan, denk ik. Woehoe! Nou, ik heb hem even schoongemaakt. En ja, hier zie je wel een handje. Hij heeft een mooi pakje aan. Zijn voetjes zitten er nog aan, alleen ik mis een hoofd. En hier zie je echt inderdaad een rugzakje. En hoe deze hand zit, dat weet ik eigenlijk niet, maar super vet! Live Dick met Berry. 94 schaalverrichter. Nou, haal hem eruit, die zilveren munt.
Wordt wel eens tijd weer voor een mooie zilveren plak. Ja. Ook voor mij hoor, maar. Voor mij ook hoor. Ja. Maar is het altijd tijd voor een mooie. En Joop wil goud, hè? Ja, goud. Ik wil goud. Hij doet er niet voor minder. Nou, hop, schiet op. Ja, maar daar ligt hij al. Daar ligt hij al. Nou, oh. Kijk, zit ze rond. Ja. Nou. Ja, dat is hem. Cadeautje? Mooi loodje. Oh, wat een gouden. Oh, wauw. Oh, kijk. Het is goudkleurig, dat wel. Een aluminium nou, ringetje. Nou, prachtig. Van over de deurkruk of zo. Ja, je kan het maar vinden. Even een boterhammetje eten, maar Joop die kwam nog net met een mooie vondst. Deze zegellood met een leeuw erop hier. Ja, hier staan ook wat tekens op en aan de andere kant staat ook nog een tekst. Maar dat is een beetje een rare tekst. Geen Nederlands. Dus mocht iemand weten wat het is, of wat hier staat en waarvan deze zegellood is, dan lezen wij dat graag in de reacties. Nou, we zijn nu even op een stuk waar volgens ons of omgeploegd is of land gestort is. En je ziet hier een scherf. Nou, daar liggen er een heleboel van. En je ziet hier een stuk pijpenkop liggen. Dus dat is in ieder geval een goed teken. Dus nu hopen we dat we mooie vondsten gaan vinden. Een oogvondst, ja, let niet op het gepiep van de detector, want die doet super raar. Ik hoop dat jullie mij nog horen. Oh, oh, ik val. Kraaltje. Oh, Barry heeft een muntje. Nou, dan gaan we daar gelijk even naar kijken. Het is het eerste muntje van vandaag. Ja. Even weg bij dat gepiep. Ik had een oogvondst kraaltje. Oh. Ja. Ook leuk, toch? Zeker weten. Nou, wat staat erop? Zeg het maar. Jij hebt het nog beter over, denk ik. Ja, maar volgens mij is het wel een duit. Stad iets. Oh ja, hier staat tekst. Wacht, wil jij hem even pakken? Dan doe ik even dat kraaltje weg. Er staat wel tekst op. Zo, je hoort mijn detector hier helemaal. 1703 of zoiets? Ik weet het niet. Stad Utrecht staat erop. Kijk. Nou, hoppa. Dat ligt echt helemaal vol met scherven. Ja, echt heel veel. Dat is goed teken. Nou, Barry heeft ook een mooie oogvondst. Een hoofd. Een babyhoofd of zo. Ja. Super vet. Nou, we kunnen gewoon gaan lopen. Ja, zonder gewoon kijken. Je moet zwaaien en heel goed kijken. Want ja, er ligt van alles daarom. Nou, weer een oogvondst. Wat leuk. Een kleiknikker. Ook super leuk om te vinden. Nou, goed kijken, goed luisteren. En dan heb je gewoon aan het oppervlak een kastknopje. Oh nee, het is een... volgens mij is dit een mal voor musketkogels. Of een halve kastknop. Nou, dat blijft altijd de eeuwige discussie, maar... Nou, lag ook gewoon aan het oppervlakte. Tip 1... Nou, hier tip 1. Hoe herken je een stortakker? Nou, in dit geval kan ik jullie zeggen, als er scherfjes, pijpenkopjes, pijpensteeltjes liggen, dan is het zeker een stortakker. Hier komt een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld hier zie je gewoon een flinke telsblauwe scherf. Teken van stortakker. Hier zie je een stukje glas van een potje. Dat is ook een teken van een stortakker. En dan zag ik hier ook nog een pijpenkop. Ook teken van een stortakker. Dus dat is tip 1. Nou, ik weet niet of jullie het nog herinneren. In het begin van de video had Barry een pijlgewichtbakje. Dat was deze. En nu heeft hij een tweede, een grotere.
En die past er gewoon in. Perfect in. Dus dan ga je misschien toch... Ik ga het set compleet maken. Ja, nou, succes. Dankjewel. Nou, wat ik nu heb gevonden is iets van glas. Ik denk een soort handvat of zo misschien. Ik heb geen idee. Maar wel geinig weer. Nou, weer een oogvondst. Een stukje blauw glas. Geen idee wat het is, maar wel weer leuk. Het is echt leuk om over zo'n stukje te lopen een keer. Ik heb deze wel gehoord. Maar ja, hij ligt gewoon aan het oppervlak. Oh, ik dacht een muntje, maar het is een knoop. Maar eens even kijken. Hij is ook helemaal groen natuurlijk, omdat hij zo aan het oppervlakte ligt. Maar er staat wel iets op. Dus nou, misschien krijg ik er thuis nog wel wat meer vanaf. Een knoop. Ja, ik heb ook mijn eerste muntje. Er staat wat op. Ik kan het nu niet zo goed lezen, dus ik hoop dat het later op de foto wat duidelijk is. Maar daar komt hij. Daar ligt hij. Misschien dat jullie het nu al kunnen zien hoor. Maar er staat volgens mij wel tekst op. En ik had ook het idee dat hier iets van een wapen op staat. Dus ik denk een duit. Maar waar vandaan is nog even de vraag. Nou, moet je kijken wat ik nou weer heb gevonden. Een stuk scherf met een wapen erop. En volgens mij staat hier 1647. Jammer dat het wapen niet helemaal meer heel is. Maar wel weer een mooie vondst. En Berry kan ondertussen aanwandelen. Die heeft ook wat leuks gevonden. Een speelgoedbordje volgens mij. Hè? Lijkt het wel op. Ja, daar lijkt het wel op. Maar het lijkt wel lood. Oh, ik zit helemaal daarnaast te filmen. Ja. Nou, lekker bezig. Lekker bezig. En buurman Joop, die is helemaal daarachter. Die was er wel klaar mee met het zand. Ja, ik heb er wat leuks. Komt-ie. Ik dacht eerst, het is een klompje lood. Maar het had ook een poppetje kunnen zijn. En het is inderdaad een poppetje. Met O-benen. En het lijkt alsof hij hier een piemeltje heeft. Maar daar zat hij denk ik mee ergens op. Waarschijnlijk op een paard. En daar is het wel bekende kasknopje weer. Altijd van de partij. Tip 2. Nou, tip 2. Zwaai met je schotel dicht over de grond. Tip 3. De volgende tip. Tip 4 volgens mij. Maak een kluit zodat je aan één kant aan het gras nog even vastzitten. Als je klaar bent, doe je hem dicht. Trap je erop. Zie je niks meer van. Tip 4. En tip 5 is, vraag altijd toestemming als je bij een boer gaat zoeken. Want zonder toestemming is gewoon verboden en het is gewoon niet de bedoeling. Dus altijd toestemming vragen. Zo, dit was het weer. We stoppen erbij. Ja, hoe vond je het, buurman Joop? Ja, geweldig. Ja, zeker nog goudmunt vinden. Ja, nou, dan moet je nog een keer mee. Dat lijkt me een goed idee. Nou, gaan we doen. Hopelijk vonden jullie het ook weer een leuke video. Vergeet niet te abonneren, te liken, te reageren. En dan zien we jullie weer bij de nieuwe. Ja.